Ik zal jullie wat op de hoogte houden hoe het gaat met mijn driehoek aquarium, mijn hoekbak. Ik heb hem helemaal op 10 centimeter naar leeg gehaald. Ik heb hem gevuld met water uit de kweekbak, uit een kweekschuur gedeeltelijk. En nu heb ik er een koppel Equidens Species Cuvaeari in gedaan. Ik heb het water uit hun bak namelijk gehaald. En ik wou ze wat beter kunnen zien de komende tijd. Ik hou je op de hoogte. Drukte van je welste. Het is een bak die is gemaakt van hout, betonplex en tot nu toe staat hij er een jaar of vier. Ik loop nu mijn kweekschuur binnen. Ik heb een gedeelte afgeschermd in verband met dat ik wat kleiner ben gaan kweken. Kijk, hier is de deur. Loop zo naar binnen. Even de kamer anders zetten. Kijk, hier zit regenwater in. Hier is die bak waar die Equidens uit kwam. Het is een dikke rotzooi natuurlijk. Maar dat heb je als je zo'n kweekbak schoon gaat maken. Gevuld met regenwater. Microsiemens van ongeveer 8. Dus dat is mooi laag. Kijk, hier loopt de slang waar het die min of meer naar het aquarium gaat uiteindelijk. Huis, zonnepanelen. Maar het regenwater wat er opvalt, dat komt in dit vat terecht. Uiteindelijk komt het hier terecht. En via een dompelpomp gaat het. Het gaat naar de vijver. Ik heb er 2 van. Via een leiding. Je moet altijd goed meten voordat je het opvangt. Ik heb hier een regenton staan. Komt het water vanaf het schuurtje erin. Ik heb 2 grote vaten van 1000 liter in voorraad. Nou, daar heb ik meestal wel genoeg aan. Ik heb desnoods nog een osmosefilter. Om het maar meteen allemaal duidelijk te maken. Hier gaat dus de leiding vanuit die vaten. Gaat hier naar 2 vaten die hier binnen staan. En als je goed kijkt zie je dus een leiding naar boven gaan. Dat komt uit in dit vat. Kijk die gele slang. En daar wordt er opgewarmd en is het bruikbaar voor mijn aquaria.